Nog voor zijn 30ste verkocht Thijs Verheul samen met een paar maten van hem tweedehands kledingplatform United Wardrobe aan het grote Vinted. Een jongensboek van 3 studenten die vanuit een zwetend kamertje de wereld veroverden. Of jij dit ook kan, ik zou zeggen, leer van de soms hele harde lessen van Thijs Verheul, mijn gast. Thijs, hartelijk welkom. Hey. Ik heb 3 korte vragen om even te beginnen. Een beetje opwarmen. Ja? Let's go. Ja, oké. Deze kon je verwachten. Hè? Voor hoeveel heb jij United Wardrobe van Vinted verkocht? 1. Voor een paar miljoen. 2. Gast, meer dan 10 miljoen. 3. Je zult het nooit te weten komen. Ja, ik mag daar gewoon niks over zeggen. Ik mag ook wel vertellen waarom heel veel mensen... Ja, waarom mag je daar niks zeggen? Waarom zeg je niks? Ja. Ik ben heel trots. Ik zou het graag van de daken schreeuwen. Ja. Maar strategisch gezien is het niet in het belang van Vinted om dat te vertellen. Ja. En ik ben nu ook aandeelhouder in Vinted, dus ook niet in mijn belang. Ja. Oh, het is een gedeelte aandelen en een gedeelte cash. Mag ik ook niks over zeggen? Mag je ook niet zeggen. Maar ik ben wel nu aandeelhouder. Ja. Mijn grootste... Oké, helder. Dat is duidelijk genoeg. Oh, je kan nu nog wel 6 keer doordrukken, maar zo boeiend is het ook niet. Want het gaat niet om het geld, hè? Nee. Voor de exit, toen dacht ik wel... Oké, als je dan geld hebt... Dan is je leven, dan word je een soort van ander persoon. En dan heb je, dan hoor je bij de mensen die dan geld hebben. Mm-hmm. En dan is je leven echt gewoon, dan kan je, heb je nooit meer stress. En maar ja, het is gewoon precies hetzelfde. Ja. Eigenlijk. Maar dan levens, met geld. 1, geld verandert geen reet. Ja. Mijn grootste geluksmoment in mijn leven beleefde ik ergens 1, voordat ik verkocht. 2, het moment van verkoop zelf. 3, dat moment moet nog komen. Nee, ja, dat was echt het euforische moment op dat we toen dat we echt verkocht hadden. Dat was aan de ene kant een heel droevig moment, omdat United Wardrobe was mijn kindje. Het kindje van Jules, het kindje van Thijs en iedereen die eigenlijk bij ons werkte. Ja. Maar het moment in de markt was daar. We kregen een offer we couldn't refuse. Maar dat was natuurlijk ook toen we begonnen als broekjes van 21. Toen zaten we wel van, nou, stel je voor dat het lukte. Dat we echt 100.000 producten in de maand verkopen. En dat was echt alsof, ja, alsof dat onhaalbaar was of zo. Alsof je in een garage begint met rappen en opeens de nieuwe Tupac of weet ik veel bent of zo. Ja, dat was echt ondenkbaar. En natuurlijk groei je daar naartoe rustig aan. Dan wordt het steeds realistischer. Maar het was al zo vaak afgeketst. Ja. Dat je echt dacht van, nou, het gaat toch echt niet meer gebeuren. We moeten gewoon bikkelen. En dan misschien, als we dan ooit een keer wat winst draaien... kan ik wat meer verdienen. En dan geeft de bank me eindelijk een hypotheek... zodat ik een huis kan kopen of zo. Maar dat dit echt lukte, ja, dat is en gigantisch veel geluk. Maar toen dat echt helder was, toen we echt hadden getekend... en toen was het wel echt gewoon van, oké... Want natuurlijk, je bent natuurlijk het gezicht van United Wardrobe. En iedereen praat er en vraagt erover. Ja. En dat het nu een soort van succesvol is afgerond. Is wel echt oké, dat boek kan dicht. Ja. What's next? Ja. Maar dat was wel een geluksmomentje, zeg maar. Ja, tuurlijk. Toen zweefde je wel even. Ja, zeker. Ja. Dat is echt euforie ten top. Ja. Gewoon die week. En ook toen we op het NOS-journaal kwamen. Ja. Ook met mijn ouders, die komen uit een klein dorp. En stond ik daar in de supermarkt om wat te halen voor mijn moeder. En oh, we zagen je op het nieuws. En je bent miljonair geworden. Ik zeg, ja, nou. Rustig even, dat heb ik ook allemaal niet gezegd. Moet ik dat allemaal uitleggen, ja. Maar het was natuurlijk heel gaaf. Ja. Derde vraag. Ik ga zeker nog een keer net zo'n succesvolle start-up beginnen. Ja of nee? Nou, als je naar de data kijkt van ondernemers die een succesvolle exit hebben gehad, dan is de kans ook groot dat ze daarna wel weer iets gaan doen wat ook succes heeft. Mm-hmm. En dat is ook waarom al die VC's, die zijn allemaal lui en die willen allemaal heel graag weer in succesvol founderbedrijven investeren. Dat vind ik altijd een beetje leem. Maar het is nu wel veel gemakkelijker. Als ik nu een goed idee heb en ik ga weer iets met een paar goede programmeurs doen. En heb je team weer in place, ja, dan, ik heb een goed dan team. Kun je makkelijker geld binnenhalen, zeg je. Ja, plus waarschijnlijk kan ik dan het eerste gedeelte zelf funden. Ja. Zodat ik kan laten zien van, hey jongens, nou de hockeystick zit er al in. Jullie hoeven alleen maar wat bij te lappen, let's go. Ja. Dat zou ik dan ook zoveel mogelijk zelf doen. En als we dan echt, zeg maar, gigantisch hard groeien en we gaan weer naar een organisatie van meer dan 50 mensen, dan denk ik ook weer dat ik zeg, doei, hier is een goede CEO. En, want ik dat wil, is jouw ding? Ja, ik wil totaal niet meer manager zijn van een groep van meer dan 50 mensen of zo. Dat is echt niet mijn ambitie. Het lijkt me heel leuk om weer met een klein groepje, 10, 20 man, weer iets heel vets te doen. Mm-hmm.
Maar ik dacht eerst altijd van, oh, dan ben je ondernemer. En dan heb je allemaal mensen voor je werken die luisteren. En dan ben je zo'n geboren leider. Maar ja, ik ben meer een bedrijfsclown dan een goede manager of zo. Ik vond het heel leuk om mensen te motiveren. En om echt te knallen met een groep mensen. En ja. Mensen gemotiveerd te houden. Maar ja, als dan echt, ja, weet je, als je manager bent, dan ben je een soort van coach slash vader voor heel veel mensen. En dan komen gewoon op random tijdstippen van de dag komen mensen naar je toe. Die willen dan iets heel belangrijks weten. Die willen dat je iets uitlegt over hun. Je moet genuanceerd zijn. Ja. Goed kunnen luisteren. En je moet ook de rust zelf zijn. Wat zijn de eerste momenten die, als je terugdenkt, hè, waar je zoiets van, oh ja, dat moment, dat zal ik nooit vergeten. Of dat was een momentum. Of wat voor reden dan ook. Ja, kijk, het cruciale was dat we een complementair team hadden. Dus Jules was gewoon echt die gast die keek 5 jaar de toekomst in. Die zei, over 5 jaar dan is tweedehands kleding, dan doet iedereen dat. Ik had zoiets van, nou, als jij het zegt, maar ik geloof er echt niet in. En meer mensen hadden twijfel, hè? Ja. Er was geen onverdeeld enthousiasme vanaf dat het idee geboren was. We hebben misschien wel tientallen venture capital firms, angel investors gesproken. Ja. En ja, uiteindelijk zijn er maar een paar aangehaakt. Ja. Maar Jules die had echt die visie. En ik had dat niet. Ik was gewoon maar een beetje de regelaar. Maar Jules had gewoon die visie. Ik was die regelaar. Dat werkte gewoon zo goed samen. We hadden zo'n goede synergie. Ik was korte termijn, Jules was lange termijn. Dat is puur geluk. Maar Jules, ik had een soort van klein clubje in Wageningen van 8 gasten... waarmee we bier dronken en ideeën bespraken. En Jules die kwam naar mij toe. En Jules die zag toen al van, oh, Thijs is een regelaar die een beetje maar gewoon als een ongeleid projectiel dingen doet. Die heb ik nodig voor United Wardrobe. Ja. Dus dat was mijn geluk dat hij mij uitkoos daarvoor. Mm-hmm. En in eerste instantie heb ik 3 maanden nee gezegd. En uiteindelijk zei ik, nou, dan regel ik wel een designer en een programmeur en dan knallen we het online en let's precies. go. Ja. En uiteindelijk, dat hebben we toen met Joep gedaan. Die is er helaas tijdens de eerste ronde uitgegaan. En in ruil daarvoor is Thijs Slijkhuis, Thijs S. In het bedrijf gekomen. En die vanaf het begin programmeerde hij ook al in opdracht van Joep, want die waren vrienden. En toen wij besloten hem net zoveel aandelen te geven als Jules en ik hadden, hadden we ook niet goed over nagedacht. Maar Jules zei gewoon op een brakke donderdag, nou, we moeten Thijs gewoon net zoveel aandelen geven, want dan zitten we dezelfde in de race. En dan gaat hij ook net zo hard programmeren als wij aan het werk zijn. En dan moet het wel gaan lukken. En dan hadden we ook zo, oké, want eerst was het idee om maar 5% te geven. Maar als we dat hadden gedaan, dan was hij totaal niet gemotiveerd geweest om zondagochtend zijn laptop open te klappen en een paar bugs te fixen. Dus echt dat complementaire team. Als ik nu weer iets ga doen, dan moet er echt weer iemand. Dan ga ik niet iets met een snelle marketingjongen doen. Nee, precies. Dan zal dat altijd zijn met een goede programmeur en iemand die, ja, die totaal een andere persoonlijkheid heeft dan ik. Wat was je zwartste moment? Als we kijken naar het hele avontuur. Het zwartste moment was op de dag dat we rond de 20 mensen de deuren moesten wijzen, contracten niet verlengen. Ja, dat was heel naar om te doen. Want, kun je dat goed doen? Ja, ik denk dat ik er wel iets harder in kan zijn dan Jules. Jules was echt heel vaak nog zo lief of zo. Dat ik echt zei van, Jules, dat kunnen we niet maken. We moeten dit nu doen, want anders gaan we straks iedereen de deur moeten wijzen. Ja. Zo nijpend was het. Als we niet die... wat is ook alweer een mooi woord voor ontslagronde? Een reorganisatie. Ja. Ja, als we die reorganisatie niet hadden gedaan, dan was United Wardrobe niet meer in leven. We hadden echt gewoon veel te hoge loonkosten. Nederland deed goed, België deed goed. Maar Frankrijk, daar pompten we gewoon te veel in. Ook een domme fout, maar allemaal mensen voor aan te nemen. Dat moment, ja, ik weet nog wel, echt maandenlang, dat ik al wist dat het eraan zat te komen, echt wakker gelegen. Kunnen we het niet anders doen? Kunnen we nog niet toch ergens groei pakken, zodat we dat niet hoeven doen? Mm-hmm. En ja, kijk, als je iemand ontslaat die, weet ik veel, elke dag te laat is en er een bende van maakt en geld uit de kast steelt. Mm. Ja, oké, dan ontsla je iemand en dan heb je voor jezelf. Maar deze mensen werkten gewoon keihard. We waren echt een familie. We knalden met elkaar, we hadden feesten met elkaar. En het was echt gewoon heel leuk met elkaar. En als je dan zo'n relatie moet verbreken, ja. Ja, dat is echt heel vervelend om te zeker doen. Als iemand dan nog vol begrip reageert. Hè? Je vertelde het verhaal in het boek van iemand die dan... Er was een van de jongens, een van de programmeurs, die zei, jongens, ik zie wat jullie over hebben voor United Wardrobe. Je hoeft mijn salaris niet meer te betalen. Ik ga dit gewoon nog afmaken en dan ga ik gewoon lekker naar huis. Nou ja, toen stroomden echt de tranen over onze wangen. Dat we echt dachten van, wauw. Ja.
deze mensen die houden gewoon van ons. En die zitten hier niet om het geld, maar die wilden echt gewoon impact maken. Ja, wat is de les die je hieruit kan leren? Dat je eerst heel goed moet begrijpen hoe je groeit. En dat je ook echt groeit. Voordat je heel veel mensen gaat aannemen. Ja, precies. Uiteindelijk heb je 3,5 miljoen of zo uit de markt gehaald. Hè? In eerst, verschillende eerst 7000 euro van de Wageningen Universiteit. Ja, geweldig, ja. Ook genet. Ja. En toen 250.000 euro van Angels. Vervolgens 1 miljoen van Peak. Ja. Toen nog een keer 1,5 miljoen van Peak. En daarna nog 750.000 van de Rabobank. Gewoon bij de bank, hè? Ja. Dat was ook een verrassing, hè? Dat is echt het meest bizarre dat dat kon. Dat en, we echt zoiets... en dat was een belangrijke, hè? Dat was een hele belangrijke. Als we die niet hadden gehad... Ja, had ik niet als succesvol exit hier gezeten. Als je eerste faillissement ervaring gehad... Nou, ik denk dat we dan gewoon... Want kijk, we hadden natuurlijk gewoon professionele investeerders. Ze hadden ons nooit kapot laten gaan. Maar ja, dan precies. Had ik wel gewoon bijna al mijn aandelen. En dan had ik misschien bij de exit een keertje op vakantie gekund. Maar dan was dat het... Dan had ik achteraan in de rij gestaan. Wat zijn je belangrijkste lessen als het gaat om jonge ondernemers die nog niet gestart zijn? Wat is je belangrijkste les om die eerste stap te zetten? Ja, komen allemaal van die clichés komen dan boven borrelen. Nee, ik was altijd heel bang. Dus ik was bang van, ja, wat vinden mensen nou van me? En al mijn vrienden zeiden, Thijs, ga je nou een start-up in de fashion doen? Gast, je zat toch altijd in de scooters, in de boten? En je pa is een stoere glazenwasser. En dat deed je ook altijd vroeger. We kennen jou helemaal niet als een fashion man of zo. Dus ik had ook zoiets van, ja, oké, weet ik ook niet. Is dit wel iets voor mij? Maar ja, als je gaat ondernemen, moet je echt in je eigen verhaal geloven. Mm-hmm. Maar ik geloofde altijd heel erg in Jules. Want als ik een Jules aankeek, dan wist ik gewoon... Oké, deze gast weet precies waar hij mee bezig is. Mm-hmm. Ik volg hem gewoon en ik ga er gewoon zorgen dat alles geregeld wordt. Dan komt het wel goed. Mm-hmm. Maar ja, het is heel makkelijk om te zeggen dat je gewoon niet moet stressen en maar moet doen. Maar dat is het wel. Je moet gewoon gaan. Ja. Uiteraard moet je je risico's altijd indekken. Hè? Je moet nooit een risico nemen waarin je al ingaat. Je moet altijd wat achter de hand hebben. Maar ook niet te veel plannen. Want soms zie ik ondernemers die komen met een pitch deck naar me toe. Of die krijg ik dan heel veel via de mail van... Hey, wil je investeren? Dit is ons plan. En dan staat er niet eens een business. Dan zijn ze pre-revenue en dan hebben ze hele plannen over dit en dat. En hebben ze alles uitgerekend en onderzocht. En denk van, wow, hoeveel maanden zijn jullie wel bezig geweest met het plan? Als jullie dat nou eens niet hadden gedaan en gewoon maar eens gewoon die website online hadden geknald. Gekeken of je business kreeg. Is dat belangrijk dat je gewoon met een, wat ze dan een MVP noemen. Ja. Hè? Dat je met gewoon een minimaal product gewoon ga live. Zorg dat er wat geld doorheen jast en dat het in ieder geval bestaansrecht heeft. Ja, Eric Ries of Rice heeft daar een boek over geschreven. De Lean Startup heet het boek. En dat gaat echt over minimal viable product bouwen. Dus dat stel je voor dat je een sneaker webshop idee heb, weet je wel. Nou, gooi een webshop online waar maar één sneaker te kopen is of whatever. En kijk wat het internet wil. Ja. Want het internet doet altijd iets anders dan je denkt. Het internet gaat altijd voor de laagste prijs, voor de makkelijkste weg. Ja. Dus dan zul je zien dat je zo'n website online gooit. En dan zie je, als je een goede analytics hebt ingesteld, waar mensen op klikken, wat ze doen, waar ze naar kijken. En daar ga je op itereren. Je moet nooit gaan itereren op je eigen hypotheses. Nee. Dan zit je er altijd naast. Ja. Hoe moeilijk is dat voor emotionele, gevoelsmatige types die dan in één keer op analytics moeten gaan vertrouwen en op data? Is dat wennen? Ja, dat heb ik wel moeten leren, ja. Mm. Ik weet ook niet of ik er nog steeds heel goed in ben. Mm. Maar ik ben nu natuurlijk wel... Ja, ik weet dat gewoon cijfers zijn het allerbelangrijkste. Als je naar investeerders stapt, dan willen ze gewoon cijfers zien. Uiteraard willen ze een goed team zien, leuke mensen en een goed verhaal. En het liefst ook nog iets duurzaams. Maar aan het einde van de dag, al die VC's en angels, die schreeuwen van de daken dat ze allemaal iets met duurzaamheid willen doen. En dat ze allemaal dat ze doen om ondernemers te helpen. En ze willen allemaal gewoon de hockeystickcurve zien en vroeg instappen voor een lage waardering. Ja. En een goede exit. Ja, dat is toch wel vaak het verhaal. En wat kunnen we meer leren uit? Want je hebt een rondje, een stoomcursus finance gekregen. Of in ieder geval hoe die financiële wereld in elkaar steekt. Wat zijn de lessen daaruit? Als je kijkt naar de ervaringen met Peak, maar ook met een Rabo. Wat zijn je ervaringen als het gaat om je hut voldouwen met geld om keihard te groeien? Ja, kijk, als je bijvoorbeeld naar Adriaan Mol kijkt. Die heeft gewoon alles gebootstrapped. Ja. En nu haalt hij, 800 miljoen op of zo. Dat is natuurlijk hoe het hoort. Dat is als je hoe heurt het eigenlijk voor ondernemen? Ja, zoveel mogelijk zelf doen.
Alle aandelen zelf houden? Alle aandelen zelf houden. Zoveel mogelijk maar gewoon lenen of er zelf in pompen. En geen geld ophalen om het geld ophalen. Want dat zie je ook steeds vaker. Dat jonge ondernemers maar de hort opgaan en pitch decks bouwen. Omdat ze denken dat ze maar even snel funding kunnen krijgen. En persoonlijk dacht ik dat ook hoor. Ik dacht, oh, want Jules die zei, nou, nu kunnen we wel geld gaan ophalen. En ik dacht, oh, hoe dan? Ja, dan gaan we gewoon wat aandelen weggeven. Dan halen we geld op, gaan we doorgroeien. Oké, nou, let's go. Hey, wat betekende de deal, zeg maar, voor United Wardrobe? Hoe is dat gegaan? Want zij vonden United Wardrobe ook interessant qua technical platform, ja. Europa, Amerika. Kun je eens uitleggen hoe die transitie is gegaan? Ook qua klanten en zo, hoe dat is gegaan? Ja, dus vindt het en ook andere bedrijven waren ook voornamelijk in ons geïnteresseerd, omdat we echt met minimale middelen een heel groot platform onderhielden. Hm. We hadden onze development afdeling, had een product team en een tech team. En die waren heel goed op elkaar ingesteld. Dus echt aan het product team, die waren echt de features aan het maken. Een beetje de voorkant en het tech team de achterkant. Mm-hmm. Dus de voorkant de iOS app, de Android app en de achterkant de backend. Mm-hmm. En dat was een team van totaal rond, inclusief ook Jules, 15 man, schat ik zo, even snel rekenend. En dat was echt gewoon een monster, of nou niet een monster, een echt een bizar lean goed, machine. Ja, een lean mean money machine. Ja. En Vint dacht van, oké, weet je, dit team kunnen we gaan gebruiken om externe markten te kickstarten. En dat hebben ze gedaan in Canada. Hè. En daar hebben ze ook het United Wardrobe product voor gebruikt. Dus het is als je naar Vinted.ca gaat, de Canadese website. Dat is de engine van jullie. Dan zie je gewoon United Wardrobe. Dus de geest van United Wardrobe leeft zit nog United steeds. Wardrobe nog in de code of niet qua woordje? Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk het. Wat is er met de mensen gebeurd? Zijn die over naar Vinted? Het marketingteam en het customer support team is niet mee overgegaan. Daar hebben we regelingen mee moeten treffen. En het development team werkt nu nog steeds bij Vinted. Jules werkt nog bij Vinted. Thijs Slijkhuis werkt nog steeds bij Vinted. Ja, Jules Berde, die zijn dus allebei overgestapt naar Vinted en zijn daar op productniveau. Ja, die runnen dat platform. Ja, Jules is nu product director en Thijs is een hoofd van een tech afdeling volgens mij. Iets met programmeurs doet hij. Mis je ze? Ja, nu ga ik huilen voor de camera. Nee, het is zeg maar. Ja, dit is zo raar, maar toen ik die voor die exit dacht ik echt van oké, als ik die exit heb, is mijn leven klaar. En dan zeg maar, kan ik alles doen wat ik wil en dan kan ik eindelijk een huis kopen en zo. En nu heb ik dat gedaan en ben een beetje mijn huis aan het verbouwen. Maar het is ook wel een beetje saai of zo. Ik doe natuurlijk heel veel van die gastsprekerklussen. Dan word ik ingehuurd door een of andere unie of bedrijf en dan betalen ze een paar duizend euro en dan kom ik een beetje het verhaal vertellen. Ja, het is makkelijk geld verdienen, maar het liefst wil ik wel weer iets heel vets doen. En daar moet je wel weer de juiste mensen voor hebben en het juiste idee. Ja, dat heb ik gewoon niet nu op dit moment. Ja. Ik zou graag zeggen dat ik het wil. Maar ben jij, zonder het nou bedrag te noemen, ben jij echt financieel klaar als je zou willen? Of is het een dermate groot bedrag dat je kan zeggen, nou, ik hoef de rest van mijn leven echt helemaal gereed mee te doen als ik het een beetje netjes beleg? Of is het toch nog van een dermate niveau dat je toch nog wel wat centen moet verdienen? Ik denk met mijn levensstijl, als ik... Ik heb dus een hele sobere levensstijl. Ja. Dan zou ik het wel voor de rest van mijn leven kunnen uitzingen. Ja, precies. Als ik een beetje oplet en zo. Ja, maar ja, als dan kan ik ongeveer inschatten wat het bedrag is. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat wil. Ik wil gewoon echt doen waar ik zelf rustig van word. Inderdaad uit die loop zijn, dat is wel gewoon aanwezig van, hey Thijs, wat ga je nu doen? Dat zit wel heet in mijn hoofd. Maar, en wat is dan het antwoord? Dat is het antwoord, is gewoon dat je dat niet moet forceren. Nee. Als ik nu heel op LinkedIn ga zitten, oké, ik wil iets doen, goede programmeur. Nou ja, dan kan ik misschien een goede programmeur vinden. Oké, wat gaan we doen? Weten we niet, maar dat gaan we uitvogelen. Ja, dan misschien heb ik dat dan heel snel uitgevogeld, maar ik heb liever dat het weer zoals Jules gaat, of zoals met United Wardrobe, dat een persoon zoals Jules, het liefst weer Jules, als hij straks klaar is. Zou je als Thijs S. en Jules vanavond bellen en zeggen, jongens, we hebben Vinted, die tent die draait wel. Dat platform is cool. We gaan met z'n drieën gaan we een week naar Ibiza en dan gaan we een nieuw concept verzinnen. Ja, 100%. Ja, het is toch wel een beetje dat team weer mis of zo. Hmm. Want we waren zo goed op elkaar ingespeeld. Yeah. We hebben zo'n monsterprestatie geleverd. Yeah. En persoonlijk had ik gewoon echt totaal geen trek om bij Vinted te werken. Gewoon omdat ik ook niet
Ze zouden mij daar ook niet neer moeten zetten. Ze ook voor Vinted helemaal niet in het belang van Vinted zijn. En dat was voor beide partijen gewoon heel duidelijk. Mm-hmm. En Sjoerd en Thijs hadden zoiets van, ja, we willen echt iets leren over zo'n grote organisatie. Ja. We willen dit in Canada gaan uitrollen. Dat zien we als een uitdaging. Ja. En ik had zoiets van, ah, het zal wel, weet je wel. Na die exit boeit me niks meer. Maar achteraf dacht ik, nu wil ik wel weer iets gaan doen. Dus, ja, een doel. Ja. Dus dat is een beetje de zoektocht waar je zelf even de tijd voor ja, dus voor ik geeft. Heb mijn boek geschreven. Dat vond ik heel leuk om te doen. Vond ik ook wel spannend, want het is een heel persoonlijk verhaal. Ja. En ik ben dus nu een beetje stad en land af aan het reizen. Een beetje na dat boek krijg je allemaal van die sprekers aanvragen en zo. Een beetje makkelijk geld verdienen. Ja, een beetje lachen. En ik vind het ook oprecht leuk. Het allerleukste vind ik dan voor studenten staan. En dan uren zijn we vaak nog aan het napraten over hun ideeën, over hun visie op de toekomst. Of over wat zij allemaal willen gaan doen en zo. En dan vind ik altijd wel lachen. Wie weet komen jullie weer een Sjoel tegen. Wie weet, je weet het nooit. Ik hoop het. Ja. Mag ik je heel veel... want hoe oud ben je? 29. Ach, gastman. Ja. Mag ik je heel veel plezier wensen in het oneindige leven wat jou nog tegemoet komt. Thanks. En dankjewel voor het delen van je verhaal. Ja. Mocht je zo'n verhaal echt tot helemaal willen weten, dan... Hoe heet het boek ook alweer? Voor hoeveel heb je het verkocht? Voor hoeveel heb je het verkocht? Nou, dat weten we dus nu nog niet. Ja. Maar het is een absoluut leuk boek. En als podcastserie op Spotify. Dus als je geen zin hebt om op papier te lezen. Ik heb hem lekker in de auto geluisterd. Dankjewel voor het kijken. Hoi!